Ja, jullie beginnen al spontaan te lachen als je aan Frans Bauer denkt. Ja, dat is zo. Allee, ja, voor de meesten een grote broer of ja, gewoon lekker een gezellige buurman. Ja, want Frans is eigenlijk altijd ja, super positief. Dat is ongelooflijk eigenlijk. Als hij ergens binnenkomt, die vult heel de kamer en die begint te lachen en te doen. Dus zenuwen kent hij niet. Hè. Dus, Belle, heb jij nog een tip eigenlijk voor Laura zo, om samen met Frans te werken? Of een waarschuwing of zo? Ja, Frans is wel iemand die deelt alles. Ik heb zelf zijn fysiotherapeut mogen delen, dus ik ben er zeker van dat jij ook op die massagetafel gaat belanden. Oei, oei. Maar dat is alleen maar positief, dus ik zou zeggen, laat je maar helemaal gaan. En dat is gewoon zalig. Je deelt gewoon alles in de mensen. Ja. Belle, wat doe jij eigenlijk met het oude jaar? Ik ga de zon opzoeken. Ja, ik ga lekker op vakantie. Ik ga naar Egypte. Mm-hmm. En een beetje de batterijen opladen, want vanaf 8 januari staan we weer in Nederland met de Gypsy Tour. Dus het gaat gewoon door. Ja. Ja. En Laura, hoe is jouw overgang dit jaar? Wel, ik ga mijn mama opzoeken. Nee, gewoon thuis, lekker gezellig. Ik zie het echt niet zitten om buiten te gaan. Gewoon lekker warm binnen, met een goed glaasje. Het is ook heel veilig, hè. Ik moet niet meer rijden. Dus als jij zo ver zit, kun je ook heel veilig iets drinken. Dus. Mag je in het ouderlijke huis blijven slapen? Nee, want ik woon eigenlijk schuin over de deur, dus dat is wel gemakkelijk. Dus ik hoop, als ik de straat oversteek, dat ze niet staan om het te blazen, maar dat denk ik niet. Dat zal nog wel net lukken. Oké, Belle, wat zijn jouw goede voornemens voor 2008? Goede voornemens, er gaat een volledig nieuw album uitkomen, Gypsy, eind juni. En we gaan dat eigenlijk voorstellen in de Lotto Arena. Dus 28 juni gaan we daar staan met een volledig nieuwe repertoire. En spannend, ja, ik heb er zin in. Ja. Laura, dan heb ik voor jou nog een vraagje. Wat denk jij dat Jolay betekent? Eigenlijk niet, nee. Iets plezant zeker? Ja. Ja, het is eigenlijk ook helemaal geen Spaans. Het is een woord wat we zelf verzonnen hebben. Al componerend, zo la 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 li. Ja. En deze keer was Jolay Jolay. Maar het is iets positiefs, echt zo'n positief Hakuna Matata-achtig voilà. Woord. Voilà. 2008 wordt Jolay Jolay. Ik hoop het. Dankjewel, dames. Jo, merci. Hè. Nu op enorm succesvol in Vlaanderen en in Nederland. Op 28 juni staat ze trouwens in de Lotto Arena in Antwerpen. Maar vanavond verhit ze hier de grote markt met Jolay Jolay. Hier is Belle Perez. Deja ya de dar vueltas a la vida con mi canción. Yo te contaré. Que las cosas bellas de la vida escritas las encuentras en esta linda melodía. Yo leí, yo leí tu alma y corazón. Yo leí, yo leí el aire de tu vida. Yo leí, yo leí te hace despertar. Yo leí, yo leí. Te pido solo un momento, algo te quiero explicar. Una palabra simple me la acabo de inventar. Como una medicina que te llega al corazón. Es el mejor remedio contra el miedo y el dolor. Después de un largo tiempo enamorarte otra vez. Un abrazo de ese amigo que llevas años ya sin ver. Son esas cosas simples que te hacen sonreír. Hay miles de encantos que las quiera vivir. Jolé, jolé, tu alma y corazón. Jolé, jolé, el aire de tu vida. Jolé, jolé, te hace despertar. Jolé, jolé, de esta soledad. Después de una tormenta ver nacer de nuevo el sol. Poder besar tus labios sin tener una razón. Disfrutar de un arco iris que acaba de salir. Y te vas dando cuenta que es la esencia de vivir. Yo leo como un amigo, tu guía y tu compás. Y sé que algún día tú